Curaçao zal ze zelf besturen en voor de Bovenwindse eilanden zoekt men kolonisten. De eerste echte settlers op de island waren de English. En according to the history, the English remain and settle the land, which I presume has made the national tongue, the native tongue of St. Martin, the English language. Contrary to Curaçao, these islands were, the governments were practically leased out, the concessions then were leased out, and then it gave these islands eventually a more autonomous aspect of government than, let's say, our sisters of Curaçao, Aruba and Bonaire. Dikke muren, ongebruikte kanonnen en lege eilanden. Dat was een raar bezit voor een compagnie van handelsmensen. Maar moeizaam begonnen dus de nieuwbakken bestuurders het eiland te runnen. Waarbij eigenlijk alles al in Nederland wordt bedisseld. Tabata capital kapitaal kuta decidi. E lo que tabata concerni corso. Passom e directeur kuta tinha autoridade supremo rive isla. Te worden nombrado door de West-Indische Compagnie. E a parte de SCI e Consejo Colonial. Tabata worden nombrado door de West-Indische Compagnie também. E ande a Consejo tabata também de assunto, não? Cupa gran parte a worden decidir na Amsterdam Cava. De Hollanders vroegen zich af wat ze nu eigenlijk hadden aan dat droge en hete eiland. Ze konden natuurlijk, net als de Spanjaarden, doorgaan met zout winnen of het kappen van de beroemde Brazilboom, die in Nederlandse rasphuizen werd fijngemalen. Maar voor dat werk had je indianen nodig en die waren weggejaagd. De documenten uit die tijd geven een tweeslachtig beeld. Op deze kaart van Hondius uit 1635, die er eigenlijk uitziet als de folder van een projectontwikkelaar, lijkt Curaçao een eiland vol met water, bronnen, mooie baaien en duizenden stuks vee. Maar in werkelijkheid komt de kolonisatie niet van de grond. Evenmin als de handel trouwens. Bovendien blijken de geiten, de erfenis van de Spanjaarden, een regelrechte plaag. Omdat ze anders dan schapen die keurig langs de grond grazen, de jonge blaadjes van de bomen vreten. Een ramp voor elke vorm van landbouw. De nieuw benoemde gouverneur van Curaçao, Pieter Stuyvesant, schrijft naar Amsterdam: Curaçao kunnen we maar beter opgeven. De geschiedenis was anders gelopen als hij zijn zin had gekregen. Maar de compagnie wil het nog eens proberen met een nieuwe groep kolonisten. Portugese en Zuid-Amerikaanse Joden. Mensen die taai genoeg worden geacht om de landbouw aan te pakken. En ze kwamen. De grond waar zij gewerkt en gewoond hebben ligt nu nog ongewijzigd even buiten Willemstad. En heel symbolisch staat daar nu een olieraffinaderij. Pal naast de aanlegstijger van het oorspronkelijke Joodse kerkhof. Bet Haim op Curaçao is de oudst bewaard gebleven Joodse begraafplaats op het westelijk halfrond. Veel van de namen die hier in de zerken staan gebeiteld, vinden wij vandaag terug in het openbare en zakenleven van Curaçao. Want die eerste landbouwende kolonisten hadden al gauw doorgehad dat er meer mogelijkheden zaten in de handel. Geholpen door hun flair en talenkennis deden zij wat de compagnie maar niet voor elkaar kreeg.
handel drijven in de regio. Het zou de roeping van het eiland blijken te zijn. Terwijl dus op Curaçao de zaken een onverwachte wending namen, zaten in Amsterdam de aandeelhouders van de compagnie met smart op hun revenue te wachten. Die hele West-Indische compagnie die is, als u rekent dat de aandelen in 1621 zijn uitgegeven voor 100%, dat die aandelen in 1650 op de Amsterdamse beurs 20% waard waren. Dus die klapten geweldig in elkaar en die hebben haast nooit dividend gegeven. Ze hebben na Piet Hein in 1629 50% gegeven. Toen stonden de aandelen over de 200. Maar 10, 20 jaar later was het al 20%. Wat was dan eigenlijk de redding voor die compagnie als het zo slecht ging? De compagnie is helemaal niet gered. De compagnie die is regelrecht naar een faillissement gegaan. Maar wat de compagnie nog wel enige tijd gehad heeft, waar ze wel baten van trok, dat was van de slavenhandel. De handel in slaven uit West-Afrika was in 1637 begonnen door de Zeven. Die brachten ze naar Pernambuco, een Nederlandse kolonie in Brazilië. Later werd Curaçao het centrum van waaruit de slaven werden doorverkocht naar de Spaanse en Portugese koloniën. De aankoop gebeurde voornamelijk op de Kaapverdische eilanden en in plaatsen als Angola, Elmina en São Tomé. Het betreft mensen die in de binnenlanden waren gevangen tijdens oorlogen of razzia's en door Afrikanen waren doorverkocht. Ze komen bij de kust in Forte B1. Deze handel ziet men als volkomen legaal. Bevoegdheden van kopers worden nauwgezet omschreven. De slaven worden in Afrika eerst gebrandmerkt en daarna ingescheept met 300 tot 800 stuks per schip. Het woord stuk voor een slaaf is dan al internationaal gebruik. De stuwing van de menselijke lading aan boord wordt efficiënt uitgekiemd. De overtocht op schepen van de compagnie duurt 2 tot 3 maanden, gedurende welke tijd gemiddeld 20% sterft. Dat is overigens minder dan het scheepsvolk. Op Curaçao volgt inspectie op lengte, kaalheid, gebreken, gebit. De goed verhandelbare stukken worden bijeengebracht in een depot, het landhuis Zuurzak. Hier vandaan volgt verdere verkoop en dat betekent voor de slaven een laatste ontworteling. Ze waren al gescheiden van geboortegrond en familie. Mannen worden nu gescheiden van vrouwen, kinderen van hun moeders. In 2 eeuwen zijn door Nederlanders 500.000 zwarten verhandeld. Dat is 5% van het totaal dat naar Amerika is gebracht. Ami te keren voor het motief principaal nos meste busque de un factor dan economico. Tasina ku durante periodo e necessidad pa labor etapa ta hopi grandi, principalmente ora e cultura di plantación a comisa den área di Caribe. Señor Paula, con algún manera esclavitud por asuso de body hende? Het is important voor ons om zeker kosten. Het assunto van de esclavitud como tal, niet was iets nieuws voor de area van de Caribe. We kennen de tempo van de Romano, in Egypte, in cativo, etc. In Afrika meer staan we kennen een periode waarin we usen meer zinnen dan como esclavo, principalmente worden dan capturagen en dan después de guerra, dan dat we usen dan como cativo. Si, het is important voor ons bisesaki, que esclavitud que nos conoce de área Caribe, no te esclavitud que nos conoce en Europa, no te esclavitud tampoco que nos conoce en África. Por cierto, es importante para nos bise lo siguiente también, que en Europa, por ejemplo, asunto de esclavitud, un tabo de nada de hásico coló, wordt dat maas een serviente. En serviente, dat kan ons bijzien, dat hoop je possibiliteit, maar toch, nonobstante, dat wordt katibo, dat wordt voor avanzar socialmente in de communiteit. In Afrika dan, dat wordt in katibo wel, maar als je dan, dat wordt te zien,
que captivo nan no estaba te guardo considerar como gente, como humano y tratar también como tal. Ma ta pa promebia de área de Caribe botahanya que te guardo introducir un tipo de esclavitud caminda esclavo no ta gente, esclavo ta un objeto eta. Entonces ese es el nuevo pa área de Caribe. Slaven die niet worden doorverkocht zullen de kern gaan vormen van de gekleurde bevolking van een eiland als Curaçao. Desahogo, la única forma de apoyarme en protesta, la única forma que no puedo desahogar, no es aliviar la pena. Sommige Antilliaanse cultuurvormen stammen uit die eerste slavenperiode. Er zijn liederen en dansen die ontstonden als slaven in het geheim bijeenkwamen op een afgelegen hoek van de plantage. Como quiera go, son te bota ben negativo. Sin tener cuenta con nada, esta si un si tiene un mujer que tiene un hombre que tiene yo que me una dentata esta ben de tata es una de que desamparo. Y pensé, no canta. Es una frase que te repetí constantemente. Cativo de galinha, mamá. Cativo de galinha. Y pensé, no canta. Hora largo, tipo así. Un coso. Es típico africano. Entonces, dentro de la cantica, voy a sentir el lamento. Sobre, no canta deshogar también con. E vergogna con una passa per sopra una nota bata come schiera con una nota bata gente non nota bata in orgoglio non nota bata in amor non nota bata in sentimento e sei bata hanya a metà hanya den è un cantica è un di mas original di cattivo de gallina mamma cattivo de gallina che tu vai ripetere mes un coso e mi te immaginavi con nan lo pora vai cantare coso ora largo como desahogo. De tamboe-dans was een soort schokbeweging op de hakken die een trance-toestand veroorzaakte. Ese trabaja, lo que trabaja también, con el sentimiento de pena. Ese lo que es alivio. Vandaag hoort de tamboe al bijna tot de folklore, maar nog niet helemaal. Daarvoor ligt de tragiek ervan toch nog te vers in het geheugen.